Price voor Fossi. En Eckert Heinz al doorgelopen. Ah, dit is goed. Dan heb je Van Hel die plots op een heel andere positie staat. Natuurlijk is er nu al even volk terug van STVV, wordt het weer wat moeilijker. O'Neill gooit hem nog eens richting Zekiri. Geweldige voorzet van Andrew O'Neill. En Zekiri opent de score. Eerste keer dat hij in die positie komt. Eerste toepoging van Stalaar en meteen een goal. Ja, mooie goal. Mooie voorzet van O'Neill. Krassie. Waar gaat Taniguchi? Verlegt goed het spel tot bij Louis Patrice. Zairo Leslam. Ja, goed het overzien. Waar Bertaccini is. Had kunnen openen op Fossi. In tweede instantie gebeurt dat dan toch. Fossi steekt de bal naar links. Katajensa wordt omvergelopen door Van Helden. Ja. Wat krijgt Kevin Van Damme te zien? Kevin Van Damme, penalty voor Standaard of niet? Ja. Jawel. We zagen van hierboven al dat er een rukje was. Geel voor Van Helden, penalty voor Standaard. Hij is gewoon te laat en springt Katajensa in de rug. Ja, één keer je vertrokken bent. Hij is al vertrokken voor die bot. Vierde van het seizoen en voor de 2-0 voor Standaard. Het is rustig door het midden op het moment dat Kokubo al... Altijd weer dat kappen. En dan staat iedereen stil. Ja, ja, en altijd die linker. Hè. Altijd naar binnen komen. Dat was nogthans een goede aanval. Daar is de voorzet van Dumont. En Ippolo moet krabbelen. Ja, het is Bertaccini. Ik kan wel koppen. Ja, dat is het eigenlijk al een tijd. Brahimi zoekt Ferrari. Ja, dat was voorlopig niet los. Ja, goed verdedigd van Autokiet. Tijd zijn lichaam gezet. Patrice. Goed stoorwerk. En dan Dumont. Oh, mooi, oh, geweldige knal. Mooi. Olivier Dumont met aansluitingstreffer voor STVV. Twee goals in twee matchen voor de Traiense middenvelder. En we hebben weer een wedstrijd. STVV beloond voor zijn geduld, voor zijn zoektocht naar dat doelpunt. Ja, en de druk onmiddellijk na dat balverlies. De dienste voor Patrice. Ja, ja. Waardoor dat ze daar te makkelijk de bal verliezen bij Standaard. Hier Camara, bal achteruit. Bij Lawrence, bal kwijt. Uiteindelijk balletje opzij. En mooi in de winkel. Oh, mooi in de winkel gelegd, zeg. De ketel aan. Morgenmiddag. Ja, mooi hoor. Kijk eens, Ippolo moet vol aan de bak. Bertaccini kon niet meteen uithalen. Hier komt Standaard goed weg. Del Pupo. Ja, mooi tot bij Dumont. Nog eens proberen. Dumont, de paal voorkomt de 2-2. Olivier Dumont. Bal weer niet meer weg. Je moet ook weten dat hij vorig seizoen eigenlijk heel weinig minuten heeft gemaakt voor de STVV. Onder Torsten Fink. Oeh. Ippolo. Opletten, Ippolo. Opletten. Oh, nee. Het is 2-2. Oh, nee. En Bertaccini zit er toch weer tussen. Er is toch twijfel. Ja, ja, ja. Buitenspel. Buitenspel. Ja, ja, ja. Inderdaad. Er kwam er eentje teruggelopen. Oh, en wat een opluchting. Oh. Voor Ippolo. Voor Sclessin. Fusita. Alles in het centrum nu. Niemand die het veld op breed houdt. Voilà, je moet die bal op naar het einde van de wedstrijd. Ja, bevrijding voor Standaard. Dan toch.